Bonjour tout le monde, vandaag een hele snelle Caleb Ewan. Alleen spijtig dat hij net die paar lengtes te kort kwam tegen Philipsen. Maar gisteren derde, vandaag tweede, vrijdag eerste. En zaterdag is ook wel een kans voor hem. Zaterdag geef ik hem toch wel een grote kans ook, omdat het zaterdag een Sprint Berghoop is. En hij heeft al bewezen dat hij zijn aankomst aan kan door bijvoorbeeld te winnen op de Hattadam. Dat is ook zoiets. Nee, zelf ken ik het parcours niet. Maar als ik het profiel bezie leg ik het wel. een had dat dan machtig iets. Eerst dat zij zei kon winnen. Tweede. En dan um, Pedersen 10. Dat ik toch iets meer verwacht. Pauw is ook gewoon sterk. En Kokaar, 56 punten. Is ook heel goed. Heel sterk. Gewoon een goede transfer eigenlijk. Um, ja. Geen buspunten. En de Giro waren op deze dat we op een aantal bespinten Nu nog altijd geen bespinten gehad. En dan morgen. Ik voorspel voor morgen. Ik voorspel voor morgen een rit voor de vluchters. En dan gaan we naar mijn team voor morgen. En dan vluchter. Ik denk Maxime van Gils kan meegaan. En Kampenaerts. Worden denk ik de twee mannen voor om in de vlucht te gaan. Skelmo is nog iets te dicht. Maar voor als het geen vlucht wordt, maak je wel een goede kans. Shampooze is iemand waarvan ik morgen wel veel verwacht. Ook omdat ik denk dat hij zijn zinnen heeft gezet op die bolletjesstrij. En als je die eigenlijk wilt hebben, is morgen een ideale dag om mee te gaan in de vlucht. Want er is een kool van buitencategorie waar je 25 punten kunt verdienen. Een kool van eerste categorie waar je 10 punten kunt verdienen. Dus dat is allemaal heel goed. Um, een Stefan Kunk zie ik ook nog wel meegaan in de vlucht. Een Stuyve misschien of een Pedersen voor zijn punten voor de, de tussenpunten, de, de groene trui, de sprinters trui te halen. Uh, Michael Woods kan dan meedoen. Want ik verwacht wel dat er een groep voorop blijft. Maar ik denk niet dat het echt 20 man of zijn, is. Ik denk eerder een groep van 7 dat voorop blijft. En dan zo voor de plekjes daaronder. Omdat het ook zwaar is geweest, wat is geweest. Wat ik een, Michael Woods, die gaat meesprinten. Ik denk een Godu misschien, die ook nog top 25 gaat eindigen. Pelo Bilbao ook. Ja, uh, yeah. dit was het. Ik kan dat ik hier nog een beetje in ga veranderen. Bye bye. Ciao. Tot de volgende. Jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la demain. Jusqu'à mercredi. Au revoir. Bonne journée. Ciao.